inzichtelijker uitleg te geven van wat nou die Monte Carlo truc is, wat die Monte Carlo truc nu doet. Dus weer even een simpel experimentje. Ik noemde hem net een Monte Carlo truc, maar een betere naam is eigenlijk de inverse cumulatieve distributiefunctie methode, want dat is eigenlijk wat je doet. Je neemt de cumulatieve distributiefunctie en die inverteer je. Laten we zeggen dat je met twee dobbelstenen gooit en naar de som van het aantal ogen kijkt. Dat is je random variabele, de som van het aantal ogen. Nou, dan weten we dat er 11 mogelijke uitkomsten zijn, waarvan sommige ook nog op meerdere manieren verkregen kunnen worden. En al die manieren zijn op zichzelf even waarschijnlijk. Nou, als je die nu uitrekent, je ziet hier een mooi lijstje met alle mogelijkheden. Dus als je uitrekent wat de kans is dat je een aantal ogen gooit, dan kan je daar een histogram van maken. Dat staat in de figuur daar. Dus dit is eigenlijk de kansdichtheidsfunctie van zo'n dit experiment. Nou, stel, ik wil dit simuleren in de computer, maar ik wil dat niet doen door twee random getallen voor elke dobbelsteen te gooien, maar ik wil dit doen met maar één random getal. Dus ik wil telkens één random getal trekken, waarvan als ik dan het histogram ga maken, dat dat overeenkomt met het histogram wat je hier ziet. Dat is het doel. Ja, dat heb ik dus net gezegd. Dus hoe zou het experiment eruit zien in de computer? Nou, stel je wil dat voor een aantal n getallen doen. En je wil dat doen op basis van één enkel uniform random number. Dus een nummer wat een getal gelijke kans heeft om in het interval tot 0, van 0 tot 1 te vallen. Nou, eerst laat je de computer zo'n getal trekken. Bereken je daar, hè, als het experiment zou werken, dan bereken je daar een waarde voor de random variabele die je wil, de som van de ogen uit, met een bepaalde functie die we nog moeten bepalen. We slaan die data op, we gaan net zo lang door totdat we de n random getallen getrokken hebben. Daarna maken we een histogram van de random getallen die we uiteindelijk gekregen hebben. En dat zou dan overeen moeten komen met deze. Met dit histogram, met deze waarschijnlijkheidsverdeling. Nou, als we nou we weten de kansen voor de verschillende uitkomsten. De kans dat de som 2 is, is 1/36. De kans dat we 3 gooien, wat op twee manieren kan, is 2/36. De kans dat we 4 gooien, wat op 3 manieren kan, is 3/36 enzovoort. Totdat we weer terug zijn bij de kans op 12, wat we maar weer op één manier kan. En dat is dan weer 1/36. Dan zouden we het algoritme kunnen maken om die schalingsfunctie te schrijven op deze manier bijvoorbeeld. Dus we trekken een random getal tussen de 0 en 1. Als dat random getal kleiner is dan 1/36, dan zeggen we, dan hebben we een theta, een som van de ogen van 2 getrokken. Als hij tussen 1/36 en 3/36 ligt, dat is dus een interval van 2/36, dan zeggen we, dan heeft hij, dan wijzen we daar een 3 aan toe. Valt hij tussen 3/36 en 6/36, dus een range van 3, dan wijzen we er 4 aan toe, enzovoort. En zo gaan we door tot de 12. Dus visueel kan je dat zo zien. Het meest blauwe blokje hier heeft de grootte van 1/36. Het lichtblauwe blokje daarnaast heeft een lengte 2/36. Het groene blokje daarnaast 3/36 enzovoort. Als we die allemaal op een rijtje leggen. En we leggen het getrokken uniforme random getal daarnaast. Dan kunnen we een soort mapping doen. We kunnen kijken van waar valt het random getal, in welke blokje valt het. En dat getal wijzen we er dan aan toe. Maakt dit een heel klein beetje duidelijker wat er conceptueel gebeurt? Kijk, een van de problemen die je hebt, de kans dat je bijvoorbeeld 3 en 11 gooit, die zijn even groot, want die kunnen allebei op
kunnen allebei op twee manieren. Dus je moet daar met je random getal wel verschil in maken, want anders zou je altijd alleen maar drieën trekken en nooit in 11. Je kan dit ook nog, je kan dit figuurtje ook nog anders zien. Je zou ook al deze blokjes nog op elkaar kunnen stapelen. Dus dat je hier het blauwe blokje, het donkerblauwe blokje hebt. Dan bij 2 heb je het donkerblauwe plus het lichtblauwe blokje. En dan bij 4 heb je het groene plus het lichtblauwe plus het donkerblauwe. En dan maak je als het ware een mapping van de kans hier naar een waarde daar. Ik heb nog meer diagrammen. Dus ik zal het nog een keer gaan proberen uit te leggen. En hoop dat we hem dan scherp hebben. Wat ik vanaf nu ga doen, volgt dit boekhoofdstuk. Dat boekhoofdstuk staat al op Canvas. Dat is ook het materiaal voor vandaag samen met de slides. Dus ik ga nu proberen zoveel mogelijk de manier van afleiden in dat boek te volgen. Dus eerst nog even een keer over dat sampling-principe. We hebben een wat we willen is random getallen trekken. Zodanig dat als we daar een histogram, een distributie van maken, dat dat voldoet aan een gewenste kansdichtheidsfunctie. Hier. Dus aan de rechterkant is wat we willen. Een bepaalde random variabele x die op een bepaald domein van A tot B, laten we zeggen, bestaat. Maar wat we tot onze beschikking hebben zijn random getallen die de computer trekt tussen 0 en 1 en die uniform verdeeld zijn. Dus wat we moeten doen is dat uniform random getal getrokken door de computer op zo'n manier transformeren dat de distributie gaat voldoen aan de figuur rechts. Nou, de eerste stap daarin was om van beide distributies de cumulatieve distributiefunctie. Hier staat probabilities, dus in de cumulatieve distributiefunctie te berekenen. Dus door te integreren van 0 tot een bepaalde waarde. Nou, voor het uniforme random getal is dat makkelijk. Die integraal van 0 tot een bepaalde waarde die is gelijk aan die gekozen waarde. Dus de cumulatieve distributiefunctie voor een uniform random getal wordt gewoon een rechte lijn van 0 naar 1. Wat je hier linksboven ziet. Wat er met de distributiefunctie gebeurt van de variabelen die je wil hebben, dat hangt natuurlijk van de vorm af van de daadwerkelijke vorm af. In dit geval zal hij er in dit getekende geval zal hij er ongeveer zo uitzien. Dus de integraal van de start van het domein, in dit geval a tot een bepaalde waarde. Die integraal zet je hieruit op. Zet je hieruit in een curve. Dus hier bereken je de cumulatieve distributiefunctie. Nou, en de truc bij Monte Carlo is dat je die bovenste twee gelijk stelt. Als het ware op deze manier. En dat geeft je dan de oplossingsroute, namelijk als volgt. Je trekt een random getal tussen 0 en 1 hier. Dat vertaalt zich in een waarde van de cumulatieve distributiefunctie hier. Nou, voor het random getal was dat gelijk aan het random getal, dus dat is een makkelijke transformatie. Die stel je gelijk aan een bepaalde waarde voor de cumulatieve distributiefunctie van de parameter die je wil vinden. Dat inverteer je om dan de parameterwaarde x te vinden. En dit geeft je dus een random waarde van x. Gegeven de input van de random waarde van het uniforme nummer. Dus een andere, als het uniforme random getal door de computer hier zou liggen, dan zou je deze route afleggen, zou je hier naar boven gaan naar de waarde hier, zou je oversteken naar gelijkstellen hier, dus zou je oversteken naar hier en dan zou je dit getal trekken. Dus dit is, is dit nu is dit een beetje inzichtelijk? Want dit blijkt altijd een van de lastigste dingen te zijn. We kunnen even naar een voorbeeld gaan. Dan kan je het aan het werk zien. Nou ja, nog even. Dit is hoe het boek het ook definieert. We gaan nu proberen het pad van heel veel fotonen te simuleren. Daarvoor hebben we random stapgrootte nodig. We hebben random verstrooiingshoeken nodig. Nog weer een random stapgrootte, nog weer een random verstrooiingshoek.
Om op die manier een pad in elkaar te klussen. En dat gaan we dan eindeloos vaak doen om veel fotonen te propageren. Totdat het foton ofwel geabsorbeerd wordt ofwel echt verdwijnt. Nou ja, in dit voorbeeld heb je al eerder gezien. Dit waren die twee fibers. Licht komt bij de ene fiber erin, gaat bij de andere eruit. En dit zijn dan een paar Monte Carlo gegenereerde mogelijke fotonpaden van die van de ene fiber naar de andere leiden. Ja, dus wat kan je. Nou, dus hier kan je. Je kan nu. Er zijn ook heel veel fotonen die er hier wel ingeschoten worden, maar die nooit deze fiber halen. Dus je kan nu bijvoorbeeld de ratio gaan uitrekenen van hoeveel fotonen komen bij deze fiber terecht. Ten opzichte van hoeveel je in het weefsel geschoten hebt. Dat geeft je dan een maat voor de reflectie. Je zou bijvoorbeeld ook voor al deze fotonen kunnen gaan. En vooral deze fotonpaden kunnen gaan uitrekenen of bijhouden hoe diep ze zijn geweest. En dat als je dat dan voor veel paden doet en je gaat dat middelen, dan geeft je dat een maat voor hoe diep je kan meten met zo'n opstelling. En dat is het doel. Nou. Dus je moet die fotonpaden moet je netjes bijhouden. Je moet de posities bijhouden en de hoeken en zo. Dus meestal gebeurt dat in een Cartesisch coördinatensysteem. Met een z-as die loodrecht op het medium staat, op het weefsel staat. Dus die wijst naar beneden. En dan over het algemeen zijn de geometrieën vrij simpel. Zijn het gelaagde geometrieën. Dus verschillende laagjes die verschillende eigenschappen kunnen hebben. Er zijn ook Monte Carlo codes die het wat ingewikkelder maken. Je hebt codes waar bijvoorbeeld bloedvaten kunnen worden geïncludeerd. Of andere niet rechten, maar andere interfaces. Dus dat is, het is maar net hoe wild je wil gaan met je programmeren. Maar dit is de basis. Nou, je moet die foton positie bijhouden. Dat betekent dat hij een x, y en een z coördinaat heeft, waar hij op dat moment is. Maar een foton heeft ook op elk moment een richting, want hij gaat een bepaalde kant op. En nou, die richting wordt bijgehouden door telkens de hoeken ten opzichte van de z-as te bepalen. Dat noem je dan de directional cosines. Dus dat zijn die meten de hoek ten opzichte van de z-as. Dus als je een hoek theta en phi in dit specifieke coördinatensysteem zou hebben, dan zouden die drie coördinaten die dan de richting vastleggen, dat zijn dan ux, uy en uz. Dat zijn allemaal de internals van de simulatie. Dit is de versimpelde flowchart van die Monte Carlo simulatie. Je schiet een foton naar binnen en even. Je ziet daar een aantal dobbelsteentjes. Eigenlijk bij elke dobbelsteen moet je een random getal trekken. Dus voor het inschieten van een foton in het weefsel hangt het er ook maar weer vanaf wat je wil modelleren. Stel je wil een fiber modelleren die een bepaalde diameter heeft. Dan kan je bijvoorbeeld een lichtverdeling over de diameter, over het oppervlakte van die fiber definiëren. Misschien wil je wel dat er meer fotonen in het midden van de fiber wordt ingeschoten dan aan het eind. Nou, die fiber heeft een bepaalde acceptatiehoek, en dat weet je, die is gelinkt aan de numerieke apertuur. Dat betekent dat als licht vanuit het weefsel de fiber ingaat, dan wordt alleen licht onder bepaalde hoeken wordt ingevangen. Maar andersom geldt ook, als je licht vanuit de fiber het weefsel inschiet, dan komt dat er onder een beperkte hoekverdeling uit. Dus als je dat netjes zou willen simuleren, dan moet je ook per foton een hoek meegeven waaronder het weefsel al ingegaan wordt. Dan moet je een eerste stapgrootte samplen. Dat is de stapgrootte die wordt afgelegd totdat het foton verstrooid wordt. Nou, als die dan verstrooid wordt, dan moet je strooihoeken genereren op basis van de fasefunctie. Tussendoor even checken of het foton niet geabsorbeerd is. Als het niet zo is, dan kunnen we doorgaan. Dan kan je een nieuwe positie vinden en dat eindeloos doorcyclen totdat het foton, er staat hier dead, dat is een beetje cru, maar totdat die bijvoorbeeld gedetecteerd is of totdat een foton zo ver weg is geraakt dat de kans dat die ooit nog gedetecteerd wordt heel erg klein is geworden. Want dan zit je oneindig lang te simuleren, dus dan kan je beter een nieuwe beginnen. Dus dan stop je, dan sla je de boel op en dan begin je een nieuw foton. Nou, dat herhaal je 1 miljoen keer, 10 miljoen keer.
En dan zou je voldoende statistiek moeten hebben opgebouwd. Nou, voor het injecteren van fotonen in het weefsel, dat heb ik heb nu kort dat voorbeeld van die fiber gegeven. Als je in het boek hoofdstuk 5 kijkt, dan worden daar een aantal manieren besproken. Het eerste is het meest simpele, dat is een isotropische puntbron. Dus dat is een puntbron die in het weefsel zit, waar fotonen uitkomen die alle hoeken op kunnen en dan met alle hoeken even waarschijnlijk. Dat is wat isotroop betekent. Een collimated beam is in feite waar de fotonen op maar één coördinaat het weefsel worden ingeschoten en in maar één richting. Dus eigenlijk, dus in het coördinatenstelsel wat we net hadden, worden de fotonen op x, y, z is 0,0,0 het weefsel ingeschoten. En ze worden allemaal in eerste instantie in de plus z-richting het weefsel ingebracht. Dus dat is de meest simpele manier om de simulatie te beginnen. Maar het kan dus ingewikkelder. Je kan als je een laserbundel wil modelleren, die hebben over het algemeen een Gaussisch intensiteitsprofiel. Dus de intensiteit in het centrum is het hoogst en neemt dan af naar de randen toe. Dus dat zou je ook netjes kunnen samplen. De opmerking hier, de collimated beam kan een hele dunne bundel zijn, maar die kan ook een bepaalde breedte hebben. Als die een bepaalde breedte heeft, dan wil je dat de punten uniform over dat oppervlakte worden, de fotonen uniform over dat oppervlakte worden geïnitialiseerd. Dus dat lijkt eigenlijk heel erg op wat we net hebben uitgerekend voor punten uniform in een cirkel bij phi. Goed, dat betekent dus dat als je een foton dan start, dan zijn de x, y en z coördinaten zijn 0. En de cosines, de cosinussen met de assen, dus de cosinus van de hoek met de x-as, de cosinus van de hoek met de y-as is 0. En de cosinus van de hoek met de z-as is 1. Dat betekent dat hij dus loodrecht langs de z-as het weefsel in wordt geschoten. Nogmaals in het boek, het heeft niet zo heel veel zin om het allemaal op te lepelen, dus lees dat even na in het boek, deze paragraaf. Dan de fotonstap. Dus dat is een stap, de stapgrootte die fotonen nemen tussen verstrooiingsevents. Nou, we hebben vorige keer hebben we een waarschijnlijkheidsverdeling voor vrije weglengte afgeleid. Die staat hier, die volgt uit de wet van Lambert-Beer voor absorptie. We hebben ook beredeneerd dat dat ook voor verstrooiing moet gelden. Dus die zie je hier staan. Dus de kansdichtheidsfunctie voor de staplengte tussen verstrooiingsevents is gegeven door mu keer e tot de macht min mu keer L. Je ziet hier mu t staan. Tot nu toe hadden we mu a voor absorptie. En mu s voor verstrooiing. Mu t is niks anders dan mu a plus mu s. Dus het effect van absorptie en verstrooiing samen. Maar die volgt dan ook weer dezelfde wetten. Wat een beetje ongelukkig is, is dat die formule verkeerd in het boek staat. Dit is de goede. Dus laten we nu eens kijken als we nu een random stapgrootte willen genereren met de computer. Op basis van een uniform random getal, wat het startpunt is van de computer. Nou, als we het recept willen volgen, dan moeten we de cumulatieve distributiefuncties uitrekenen van zowel het random getal. Nogmaals, die was simpel, die was gewoon gelijk aan het random getal. En van deze padlengtedistributie. Kan iemand dat met een kladblaadje snel voor mij doen?
Kan iemand voor mij deze integraal oplossen, maar dan met de PL zoals die daar gegeven staat? Oké, dat is niet een hele overweldigende respons, maar laten we dan toch maar gewoon doorgaan. Kwestie van PL, zoals die daar staat, invullen in de integraal hier. Kunnen we uitintegreren, evalueren dan van L, van de waarde L naar 0. En daar komt dan uit 1 min e tot de macht min mu keer L. Deze hadden we overigens ook al eerder gezien, dus dat is altijd fijn dat er hetzelfde getal eruit komt. Of hetzelfde resultaat eruit komt. Goed. Dit was de. Nogmaals, we waren begonnen met de probability density function, de kansdichtheidsfunctie voor stapgrootte, voor padlengte, voor vrije padlengte tussen verstrooiingsgebeurtenissen. En als onderdeel van het Monte Carlo sampling proces moesten we daaruit de cumulatieve distributiefunctie uitrekenen. Dat hebben we ook net gedaan. Die staat. Hier. Nou, de volgende stap in de procedure was om deze gelijk te stellen aan de cumulatieve distributiefunctie van een random getal. De cumulatieve distributiefunctie van een random getal is gelijk aan het random getal zelf. Dus dat is dan de vraag. Dus dat zie je hier. Wat we dan doen. Dus we stellen hier de cumulatieve distributiefunctie van een random getal is gelijk aan het random getal. Dus hier krijgen we eerst de vergelijking, het gelijkstellen. Random is 1 min e tot de macht min mu t keer L. Die kunnen we oplossen. Eerst min 1 naar de andere kant brengen, of 1 naar de andere kant brengen. De natuurlijke logaritme nemen en delen door L. Of door mu t, excuus. En wat we dan krijgen is deze uitdrukking. Dus een random waarde van de padlengte L uitgedrukt. Als functie van het uniforme random getal tussen 0 en 1 hier, wat de computer trekt. En dat is dan gegeven door min ln, 1 min het random getal, gedeeld door mu. Deze kan nog ietsje compacter worden opgeschreven, omdat als het random getal hier tussen 0 en 1 uniform ligt, dan ligt 1 min het random getal ook tussen 0 en 1 uniform. Dus we mogen. Straffeloos mogen we hier ook gewoon min ln, het random getal, gedeeld door mu t schrijven. Nogmaals, wat is hier de gewenste uitkomst als ik dit nu herhaal? Als ik uniform random getallen blijf trekken met de computer en ik transformeer die met deze uitdrukking hier tot random waardes van L, dan heb ik een hele serie random stapgroottes. Als ik daar een histogram van maak, dan moet dat weer voldoen aan deze. Dan moet die weer gelijk zijn aan deze probability density function. Jan, is dit deze aanpak helder? Mooi. Oké. Ik ga toch even door, want ik denk dat dit meer gebaat is met een aantal voorbeelden, zodat je ziet wat er gebeurt, dan dat ik het nu op dit moment nog een keer probeer uit te leggen. Als de dingen onduidelijk blijven, dan kunnen we daar later nog even op verder gaan. Eerst nog even wat huishouden nog natuurlijk. Hoe om te gaan met absorptie? Tot nu toe hebben we telkens gezegd van een foton. Botst tegen deeltjes aan en totdat die geabsorbeerd wordt. Hoe dat te doen? De meest gangbare manier is om aan het eind van elke stapgrootte een kans te berekenen of het foton daar aan het eind gaat absorberen of zal verstrooien. Wat de meeste codes doen omwille van efficiëntie is elk foton aan het begin van de simulatie een bepaald gewicht geven.
Dat kan bijvoorbeeld 1 zijn of 100. Dat maakt in ieder geval even niet zoveel uit. Maar laten we zeggen dat we beginnen met 1. En dan aan het eind van elk verstrooiingsevent wordt dat gewicht met een kleine fractie verminderd. Die fractie delta W hier, die wordt gegeven door deze uitdrukking. Mu A gedeeld door mu A plus mu S. Nou, zoals je weet was mu A was een maat voor de kans op absorptie. Mu S is de maat voor de kans op verstrooiing. Dus dat betekent dat mu A gedeeld door mu A plus mu S is dan de juiste maat voor dat als de interactie plaatsvindt of dan dat het dan een absorptie-event is. Dus je kan dan het gewicht, aan het eind van elke stap kan je een klein beetje verminderen. Dus met zo'n fractie delta W. Dat betekent dat het gewicht dan van W wordt geüpdate naar W min delta W. En bij de volgende stap ga je weer deze analyse doen. Dus dat foton, dus het effect van absorptie in dit beeld is dat het foton telkens wat minder gewicht krijgt. En op het moment dat hij dan gedetecteerd wordt, tel je alleen het gewicht mee wat nog over is. De rest is in het weefsel achtergebleven. De rest is geabsorbeerd. Dat is één manier. Een andere manier is dat je aan het eind van elke propagatiestap kijkt of besluit of het foton daar in zijn geheel geabsorbeerd wordt. Dus dan laat je niet pakketjes achter, zoals in de manier hier gebeurt, maar dan wordt hij aan het eind van elke stap wordt het een ja-nee beslissing. Hij wordt geabsorbeerd of wordt niet geabsorbeerd. Die laatste stap is, die lijkt fysisch wat plausibeler. Een foton reist totdat het geabsorbeerd wordt. Alleen het is numeriek niet zo heel efficiënt. Want het kan dus betekenen dat je al heel veel rekenkracht hebt gestoken om een foton een hele eind door het weefsel te transporteren, te berekenen. Alleen maar om het aan het eind, voordat het gedetecteerd wordt, alsnog geabsorbeerd te zien worden. Terwijl als je met die gewichten werkt, dan heb je in ieder geval een kans dat een foton in ieder geval de detector nog bereikt met een bepaald gewicht, zodat hij nog wel meerekent. Dus vanuit een numeriek oogpunt is deze methode het handigst. Maar statistisch gezien komt het, als je genoeg fotonen zou simuleren, komt het op hetzelfde neer. Wat soms aantrekkelijk om te doen is een zogenaamde witte Monte Carlo. Daar zitten wel wat haken en ogen aan, maar dat is soms toch handig. Dat is dat je een simulatie doet waarbij in eerste instantie helemaal geen absorptie plaatsvindt. Je kan dan van elk foton kan je dan de stapgroottes bijhouden, zodat je uiteindelijk voor elk foton de totale padlengte weet. Dus de padlengte die het foton heeft afgelegd vanaf de bron tot aan de detector. En wat je dan kan doen is aan het eind kan je nog numeriek nog absorptie toevoegen. Gewoon volgens de wet van Lambert-Beer. Als je de padlengte weet, dan kan je met e tot de macht min mu a keer l kan je alsnog absorptie gaan toevoegen. Dat kan handig zijn als je bijvoorbeeld niet weet wat absorptie is. Of je wil je signaal uitrekenen bij verschillende waarden van de absorptie. Dan zou je niet elke keer een nieuwe simulatie hoeven doen. Maar dan kan je aan het eind kan je dat alsnog toevoegen. Dus dat zouden de simulaties weer wat sneller kunnen maken. Het gevaar hiervan is, en dat is de caveat die hier staat, is dat als fotonen niet geabsorbeerd kunnen worden, dan kunnen ze dus eindeloos blijven rondreizen. Dus het kan gebeuren dat fotonen gewoon niet de neiging hebben om richting detector te gaan zoals je graag zou willen. Dus je kan dan eindeloos computerkracht opofferen aan het rondreizen van een foton wat nooit gedetecteerd gaat worden. Dus als je dit soort trucken wil toepassen, dan moet je altijd een soort mechanisme inbouwen waardoor je op een gegeven moment besluit dat het foton het toch niet gaat halen. Als een foton bijvoorbeeld 100.000 keer verstrooid is geweest, dan is de kans dat hij nog gedetecteerd wordt heel klein. Dus dan kan je er beter mee stoppen en dan met een volgende foton beginnen. Staat ook in het boek uitgelegd. Wat nog wel belangrijk is om even goed naar de fasefunctie te kijken. Want de fasefunctie was de functie die beschreef hoe licht onder verschillende hoeken verdeeld werd. En de fasefunctie was ook genormaliseerd. Dus als je voor de strooihoeken theta en phi, als je de integraal uitrekende van de fasefunctie sinus theta d theta d phi, dan kwam daar 1 uit.
Dat betekent dat dat een. Het betekent dus dat je de fasefunctie kan interpreteren als een joint probability density function voor de hoeken theta en phi. Goed, wat we willen is random in die Monte Carlo, binnen de Monte Carlo simulatie willen we random waardes voor de hoek theta en phi vinden. Dat kunnen we doen op basis van de fasefunctie, maar dan moeten we twee stappen voor doen. We moeten eerst dus de distributies voor theta en phi individueel vinden, los vinden, de zogenaamde marginale, de marginal probability density functions. En dat doe je door, door te integreren over de andere variabelen. Dus als je de PDF voor phi wil hebben, dan moet je integreren over alle mogelijke waarden van theta, om theta eruit te krijgen. En andersom, als je de PDF voor theta wil krijgen, dan moet je integreren over alle mogelijke waarden van phi om p-theta eruit te krijgen. Dus de eerste twee stappen, of de eerste stap in deze twee vergelijkingen is gewoon een definitiestap. Dus dit zou altijd gelden. Maar wat we bij de meeste fasefuncties zien, de meeste die wij tegen zijn gekomen en eigenlijk ook de meeste die bruikbaar zijn, is dat er in de beschrijving eigenlijk geen phi-afhankelijkheid zit. Dus dat betekent dat als je voor phi zou uitintegreren, dan komt er voor p van phi uit dat gelijk is aan 1 gedeelde 2 pi. Wat betekent dat de hoek phi uniform verdeeld is op het interval van 0 tot 2 pi. Dat resultaat kan je ook gebruiken voor p van theta. Dus kijk even goed wat hier staat. Hier staat een PDF, een probability density function voor theta alleen. Hier binnen de integraal staat de joint probability density function, dus voor allebei de hoekvariabelen. Maar je kan de enkele krijgen door over het phi-domein uit te integreren. Die integratie over het phi-domein, omdat die functie niet afhangt van phi zelf, geeft gewoon een constante waarde 2pi, dus die staat hier. Dus hier heb je uiteindelijk de relatie tussen de probability density function voor theta alleen en die voor theta en phi samen. Dus dat betekent, en dat is gewoon een factor 2pi die je daarbij krijgt. Dus als we straks gaan kijken naar fasefuncties, dan worden die, als je een fasefunctie als optische eigenschap beschouwt, worden die gedefinieerd als p theta phi, dus als de joint probability density function. Maar voor Monte Carlo, in onze Monte Carlo simulatie, hebben we deze marginals nodig. Dus dan moeten we deze stap eerst nog doen. Maar zoals je ziet is dat een eenvoudige stap. Dat betekent gewoon dat we de fasefunctie zoals we hem krijgen mogen vermenigvuldigen met 2pi. En voor de hoek phi is dat een uniforme functie. Omdat phi dus, hier staat usually, maar ik ga gewoon even nu zeggen dat het altijd zo is. Phi is dus uniform verdeeld, dus dan kunnen we die kunnen we dus heel makkelijk samplen door een uniform random nummer tussen 0 en 1 door de computer te laten trekken en dat te vermenigvuldigen met 2pi. Dan krijgen we een phi die netjes uniform verdeeld is tussen 0 en 2pi. Nou, die andere hoek is dus ietsje ingewikkelder, want daar moeten we om die Monte Carlo truc te kunnen toepassen, moeten we een cumulatieve distributiefunctie uitrekenen voor theta. Dat betekent dus dat we eerst de marginale distributie moeten vinden door te vermenigvuldigen met 2pi, de fasefunctie, en dan de integraal van 0 tot een bepaalde waarde theta uit te rekenen. Dus dat ziet er dan als volgt uit in twee equivalente omschrijvingen. Dus hier hebben we de cumulatieve distributiefunctie die we nodig hebben. Dus dat is een integraal van 0 tot een bepaalde waarde van theta. Van, nou ja, in dit geval p theta accent sinus theta d theta. En in deze uitdrukking zie je de complete fasefunctie nog staan. Door te vermenigvuldigen met 2pi, de fasefunctie te vermenigvuldigen met 2pi, kregen we de marginal probability density function voor theta. Dus we kunnen deze equivalent kunnen we ook zo schrijven. Dus
Nou, en dan de laatste stap in de Monte Carlo sampling is dan weer van dat betekent deze moeten we oplossen, dit moeten we uitintegreren. Dat kunnen we dan gelijkstellen aan het random number dat door de computer gegenereerd wordt. En dan inverteren zodat we theta, de variabele die we willen weten, uitdrukken als functie van het random getal. Nou, nog even een. Om het wat makkelijker te maken, meestal voor de meeste fasefuncties die je tot nu toe gezien hebt, staat niet theta als variabele zelf, maar staat cosinus theta. Nou, dan is het vaak makkelijker om eerst cosinus theta te genereren en dan later theta uit te rekenen met een arccosinus, dan om het andersom te doen. De integraal wordt er namelijk ook simpeler van. Als je nou een substitutie maakt van mu is cosinus theta, dat betekent dat sinus theta d theta, wat in die integrale stond, is gelijk aan d mu, eigenlijk min d mu. Dus dan kan je de integraal, de cumulatieve distributiefunctie die we zo net hadden voor p van theta, hoofdletter p theta, kan je dan schrijven als p hoofdletter mu, dus de cosinus van theta. Waarbij je wel even het interval moet aanpassen. Dus theta liep van 0 tot een bepaalde waarde. Als theta 0 is, dan is cosinus theta is min 1. Dus voor deze integraal geldt dat de ondergrens min 1 is. En de bovengrens is dan mu is cosinus theta. Nou, bijvoorbeeld de Henyey-Greenstein-fasefunctie. Een veel gebruikte, omdat die redelijk goed weefselverstrooiing beschrijft. Formeel gezien, als je hem in een artikel of in een boek tegenkomt, dan wordt hij dus in deze vorm geschreven, deze vorm hier links, als een cumulatieve distributiefunctie van, of als een, sorry, als een joint probability density function voor theta en phi. Je ziet hier de cosinus theta term en je ziet ook dat er geen phi afhankelijkheid in deze fasefunctie zit. Als je deze uit zou integreren over het hele domein, dus van theta. Van 0 tot pi sinus theta d theta en van phi van 0 tot 2 pi, dan komt daar 1 uit. Nou, we kunnen deze dan in de vorm, in de mu is cosinus theta vorm schrijven, dus niet als joint probability distribution, maar als marginale probability density function. Dus dat betekent dat we met 2 pi hebben vermenigvuldigd, dus de factor 1 gedeelde 4 pi die hier stond, is nu een factor 1,5 geworden. En de cosinus theta hier is nu vervangen door de mu hier. Dus het is praktischer om deze proberen te gebruiken in de Monte Carlo simulatie dan de cosinus theta vorm. Goed, dat betekent nog steeds dat als we deze zouden willen gebruiken, dat we deze vorm hier in deze integraal moeten invullen en dan uitrekenen, gelijkstellen aan een uniform random number en dat oplossen. Dat ga ik niet van je vragen, ik ga je wel het resultaat geven. Het ziet zo uit, dus een random waarde van mu, en dus een random waarde van cosinus theta, wordt gegeven door de vergelijking die je hier ziet. Hier staat het random number. Even twee situaties, als de g 0 is, dan is het... Valt dit terug naar een uniforme verdeling, dus dan kan je heel snel twee keer kan je heel snel deze vorm gebruiken. Als g niet 0 is, dan moet je de algemene vorm gebruiken. En dan zie je hier dus dat hier het uniforme random nummer staat. En dat geeft dan een random waarde voor mu al hier. Dus dan heb je cosinus theta. Nou, phi, nogmaals, die kwam uit een uniforme distributie, dus 2 pi keer een random getal. Dus dan heb je de hoeken theta en phi gesampled. Dan heb je een random hoek die voldoet aan de fasefunctie gekozen. Nou, dat betekent dat je de cosinussen van de hoek met het assenstelsel kan gaan updaten, zodat je het foton een nieuwe richting hebt gegeven. Nou, dan, in het hele proces ga je dan weer een nieuwe stapgrootte genereren, zodat die weer een stap verder gaat. En dan moet je aan het eind daarvan weer een nieuwe hoek gaan bepalen. Dat updaten van die hoeken met de as is ook een prachtige oefening in geometrie. Dat zal ik je ook besparen.
Maar dit is hoe de hoeken worden geüpdate. Dus mu x, mu x, mu z en mu i hier, dat zijn de cosinussen van de hoeken met de x, i en z as. X, i en z as voor het verstrooiingsevent. Je trekt twee random getallen uniform. Die ga je processen met volgens de Monte Carlo truc. En dan komen daar nieuwe, komen daar de hoeken uit. En op die manier kan je de hoeken met de z-as kan je updaten. Dus hier heb je de, hier heb je het foton van richting veranderd. Nou, als je het foton van richting hebt veranderd en je hebt een stapgrootte gekozen, dan kan je, dus een, je hebt twee nieuwe, je hebt nieuwe richtingen, mu x, mu i en mu z, hier zo, en je hebt een stapgrootte s gesampled, dan kan je ook de x, i en z positie van het foton updaten. Dus uiteindelijk heb je dan, na al dit rekenwerk, heb je, heb je één stap van het foton gezet in, de, in het hele traject door het weefsel. Door het weefsel heen. Nou, deze hadden we al gezien, dus die sla ik dan verder even over. Goed. Nu wil ik toch eigenlijk even dat jullie er toch even mee aan de slag gaan, want dat is toch de handigste manier om het te doen. We kunnen dat wel min of meer een beetje samen doen, maar ik wil het niet, niet helemaal voor zeggen. Dit is de ready phase function, die herkennen jullie als het goed is. En we weten dat we als we deze over 4 pi integreren, dus van 0 tot 2 pi dphi en van 0 tot pi sinus theta d theta, dat daar 1 uit moet komen. Dat, dat was die normalisatie, die hebben we eruit gerekend, die, die gaf die factor 3 gedeeld door 16 pi. Oké, okay, nou willen we deze gebruiken in een Monte Carlo simulatie. Nou, we zien al dat phi, dat er geen functioneel verband is van phi. Dus hij staat hier weliswaar in het argument zoals het hoort, maar er is in, het, in de vergelijking zelf is geen functioneel verband van phi. Dat impliceert dat phi uniform verdeeld is op het interval 0 tot 2 pi. En dat we phi dus kunnen samplen als, als 2 pi keer een random getal. Goed, de vraag is nu van wat is, hoe moeten we theta samplen? Dus de eerste stap is om de marginal probability density function van p theta, dus de waarschijnlijkheidsfunctie voor p theta alleen te vinden. Hoe ziet die eruit? Welke stappen moesten we daarvoor nemen? Het was een integraal toch? Een paar slides geleden. Ja, dus, dus formeel gezien moeten we, kunnen we p theta uitrekenen als... je moet hem dan integreren over de andere variabelen. Dus we willen p theta weten, dus moeten we eigenlijk integreren over, over phi. Dus dat betekent in dit geval van 0 tot 2 pi. Van deze fasefunctie, dus van p theta phi. Ik ga hem even niet overschrijven, want dat is veel. D phi. In dat geval komt er gewoon een 2pi voor. Ja, in dat geval. En dat is eigenlijk, je mag dat bijna wel als, als vuistregel aannemen. Want dat, er komt, de meeste fasefuncties hebben geen afhankelijkheid van phi. Dus bij de meeste fasefuncties komt het er gewoon op neer dat je, dat je er een factor 2pi bij mag schrijven. Dus dan houden we dus over p theta is keer 2pi. Dus dan hebben we 3 achtste van 1 plus cosinus kwadraat theta. Dus dat is de marginale pi. Oké, okay, nou dan de volgende stappen. Zoals ik opmerkte, is het vaak makkelijker om het als functie van mu te schrijven. Dus mu is dan cosinus theta. Die loopt, die heeft een interval van min 1 tot 1 in plaats van theta, wat van 0 tot pi loopt. En dan later, als dat nodig is, kan je dan nog de arc cosinus of de inverse cosinus van mu nemen om, om theta te bepalen.
Goed, nou, de stappen die we dan moeten doen, we moeten nu de fasefunctie, zoals we die net, hier staat nog fasefunctie, maar die bedoelde de marginale, dus eigenlijk p theta. In termen van mu of in plaats van theta schrijven. Nou, ik neem aan dat je hem nog kan herinneren, dus dat wordt dan 3/8. En dan 1 plus mu kwadraat. Eens? Vast wel. Oké, dus dan hebben we eigenlijk in feite hebben we nu punt B gedaan. Hè? Het stond hier als find a marginal PDF. Dat was door phi uit te integreren. Dus dat hebben we gedaan. De proper normalization constant, zodat die integral is 1. Nou, dat kan je even checken dat hier klopt. Dus als je nu, dit zou uitrekenen van min 1 tot 1 p mu d mu, dan moet daar 1 uitkomen. Als het goed is, zou dat automatisch moeten kloppen, omdat we met een echte fasefunctie zijn begonnen. Dus een echte fasefunctie was al netjes genormaliseerd op het over het domein van de beide hoeken. Dus als je dan de marginale distributie voor een van de variabelen eruit rekent, dan zou die ook netjes genormaliseerd moeten zijn. Maar kan natuurlijk nooit kwaad om het even te checken. Maar in dit geval zal dat wel kloppen. Dus in feite hebben we A nu gedaan, B hebben we nu gedaan. En dan komt het nu op C aan. De sample vergelijking als het ware. Door deze uitdrukking op te lossen. Dus het random getal wat door de computer wordt getrokken staat hier links. En de cumulatieve distributiefunctie uitrekenen van 0 tot een bepaalde waarde van mu staat hier. P mu accent, d mu accent. Dus wat komt daaruit? De integrant wordt mu plus wat is het? 1/3 mu tot de derde. En dat moet je dan bekijken van mu accent moet ik eigenlijk zeggen, mu accent tot de derde. En dat moet je dan evalueren. Ja, min 1 moet het zijn, sorry. Over deze grenzen. Ja, dat is nog een keer hetzelfde. Ik kan even wat sneller gaan. Ja, hier waren we al geweest. Dit was de genormaliseerde versie. Hier, C waren we al. We gaan er lekker vlot doorheen. Dus we moeten die integraal uitrekenen gelijkstellen aan het random getal. Dit geïntegreerd geeft mu accent plus 1/3 mu accent tot de derde. Te evalueren van mu tot min 1. Dan kan je invullen termen tegen elkaar wegstrepen. Dan komt uiteindelijk dit uit. Deze vergelijking voor mu. Die moesten we dus gelijkstellen aan het random getal. En dan oplossen voor mu. Dus uiteindelijk willen we naar de vorm toe waarin een random waarde van mu wordt geschreven als functie van het random getal van de computer. Waar kwam dat accentje in de integraal vandaan? Waarom staat die daar? Wat ik wil hebben is een random waarde voor mu. En dat moet ik in die. Moeten we eigenlijk even naar deze vergelijking hier kijken. Dus ik moet een random waarde voor mu krijgen. Die staat hier, die staat nu hier. En die kan ik vinden door de cumulatieve distributiefunctie uit te rekenen. Dus dat betekent dat ik de functie pmu een stukje moet uitintegreren. Dan kan ik dus hier niet dezelfde mu schrijven. Dus het is wel dezelfde functie, maar ik moet hier even een dummy variabele gebruiken om over te integreren. Oké. Okay. Dus als ik dit integreer, dit geeft mij een andere functie, maar dan als functie van mu. Ja,
En dat is wat ik moet hebben. Dus ik gebruik hem hier even als, als dummy variabele om over te integreren. Maar aan het eind moet hij er weer uitvallen. Anders heb ik iets fout gedaan. Maar dat gaat gelukkig hier goed. Dus ik krijg deze even gelijk eruit. Weet iemand hoe die derde graads vergelijking moet oplossen? Heel hard nadenken. Ja. Je denkt het is een makkie, maar dat is het helemaal niet. Het kan wel. Er is wel zo'n soort aanpak die ook voor tweede graads vergelijkingen geldt. Weet je, dan moet je zo'n. Wat is het ook weer? Bekerdraad met wortel. Wat het ook maar is. Er bestaat een soortgelijke aanpak voor derde graads vergelijkingen, maar bepaald triviaal is die niet. Dus eigenlijk komen we nu een beetje in een ongelukkige situatie. Dat bij de eerste de beste fasefunctie die we proberen uit te rekenen, dat het inverteren eigenlijk al niet zo goed gaat. Dus wat dan meestal gebeurt in de Monte Carlo codes is dat, dit eigenlijk is wat we moeten oplossen. Dit door een beetje de boel te herschikken. Wat dan meestal gebeurt is dat we maar twee benaderingsstappen doen. Dus eerst het terug zien te brengen tot een eerste graads vergelijking die wel op te lossen is. Met een paar simplificatiestappen. Dus uiteindelijk is dan dit de vergelijking die gebruikt wordt om te samplen. Random is dan, RND is dan weer het random getal tussen 0 en 1 wat door de computer wordt gegenereerd. Dat vermenigvuldig je met 2, haalt er 1 vanaf. En dan krijg je je random waarde voor cosinus theta, voor minus cosinus theta. Nou, als je nou kijkt van hoe goed of slecht is deze mapping, dan wat je doet is het rechte lijntje wat je eigenlijk zou moeten hebben, is het blauwe lijntje, dus het lijkt redelijk te werken. Maar echt ideaal is het niet. Dus er zijn nog, dus de vraag is dan van ja, is dit nou de beste manier om die random getallen te genereren? Er zijn nog andere manieren die niet één random getal uit de computer gebruiken, maar twee random getallen. Dus wat je kan doen is een grafiek tekenen van het van in dit geval de fasefunctie die je wil hebben. Dus hier bijvoorbeeld de blauwe lijn is de echte Rayleigh-fasefunctie, dus 1 plus cosinus kwadraat theta, getekend hier als functie van theta zelfs, dus de blauwe lijn. Als we de methode van de vorige slide gebruiken, dus 2 keer een random getal getrokken door de computer min 1, dan zouden we deze groene puntjes krijgen. Nou, leek in de vorige slide leek die benadering nog niet zo heel slecht, maar als je nu hier kijkt, dan zie je dat die toch wel behoorlijk afwijkt. Dus heel fijn is het niet. Je kan nog een andere manier gebruiken, dat is een, dat noemt men dan stochastisch integreren, is dat je 2 random getallen trekt. Dus het eerste random getal trek je hier op de x-as, hier zo. Het tweede random getal trek je op de y-as en daarmee genereer je dus een punt hier ergens op dit assenstelsel, dat ofwel boven ofwel onder de grafiek valt. Wat je nu gaat... gaat zeggen is dat als hij boven de grafiek valt, dan accepteer ik de x-waarde die ik heb getrokken. Als hij eronder valt, dan accepteer ik die x-waarde niet. En als je hem accepteert, dan heb je je random waarde voor theta gekozen. Dat kan. Het komt met een kleine prijs natuurlijk, want je, wat rekenefficiëntie betreft, want je moet nu 2 random getallen trekken in plaats van 1. En bovendien, al de keren dat het getal onder de curve valt, ga je niet verder met dat random getal. Dus die berekening heb je eigenlijk voor niks uitgevoerd. Dus al met al gaat je simulatie hiervan langer duren, maar het wordt wel nauwkeuriger. Ik ga even heel even mijn scherm switchen. Als dat lukt. Naar deze. Als dat lukt, als dat lukt.
Even kijken, het is een. Dit is een, ja, een simulatie eigenlijk van wat er gebeurt. Blauw is weer de echte. Blauw is weer de echte fasefunctie zoals we hem graag willen hebben, de Rayleigh-fasefunctie. De groene bolletjes, dat zijn nou ja, de punten die getrokken worden door de echte ruwe benadering. Twee keer random min 1. Die, nou ja, zoals je ziet, die niet zo heel goed uitpakken. Wat ik hier gedaan heb is, even kijken wat staat daar, 100.000 hoeken... random hoeken gegenereerd en daar een histogram van gemaakt. Dat is hoe je de bolletjes tot stand komen. En dat histogram van die bolletjes, dat zou dan moeten overeenkomen met de blauwe lijn met de fasefunctie zoals ik hem wil hebben. En dus als ik deze een factor 10 groter maak, dan zou de benadering, ja, zou de benadering wat beter moeten worden. Gelukkig, dat werkt. Dan nog een factor 10 groter maken, dan zou die nog wat. Dat duurt natuurlijk ook 10 keer zo lang. Maar goed, het wordt, de benadering wordt steeds beter. Dus wat zie je hier nog meer? Je ziet, nou die groene was de niet zo hele goede aanpak van twee keer random in één, dus die ga ik even uitzetten. De rode bolletjes zijn volgens de methode waar je twee random getallen trekt, eentje op de x-as, eentje op de y-as, zodat je een punt krijgt wat hier ergens in de grafiek valt. Valt die eronder, dan accepteer je de x-waarde, valt die erbuiten, dan accepteer je die niet. Nou, wat we hier zien is dat, wat ik hier ook even uitgerekend heb, hier linksboven staat de acceptance rejection ratio. Dat betekent, dat valt in dit geval nog wel mee, dat betekent dat van elke 4 punten die ik probeer te genereren, de drie worden geaccepteerd en eentje wordt afgewezen omdat die niet goed is. Dus dat is nog, toch nog redelijk efficiënt in dit geval. Wat hebben we nog meer? We kunnen die derde graads vergelijking dus wel oplossen. Ik zal deze rooi ook even uitzetten. We kunnen die derde graads vergelijking dus wel oplossen. En als we dat doen, dan zie je dat natuurlijk ook een prachtige overlap met de echte fasefunctie geeft. En dan is er nog een ander trucje waar ik nu even niet op inga. Dat is dat je de fasefunctie eigenlijk opsplitst in twee termen die je afzonderlijk sampelt. Dus je kan de derde graads vergelijking opsplitsen in een... soms, in dit geval kan het in een eerste graad en een tweede graad. Voor die twee kan je de vergelijking wel oplossen. Dus als je die allebei apart bemont Carload, dan kan je ook nog een resultaat krijgen. En je ziet dat die ook netjes eroverheen valt. Maar goed, dat voert wat ver om die nu ook te behandelen. Even kijken, dan ga ik weer terug naar de presentatie. Dus we hebben nu een aantal dingen in feite gedaan. We hebben een stapgrootte bepaald, we hebben een richting bepaald met fasefunctie. We hebben een beetje gekeken naar wat zou kunnen gebeuren met absorptie. Uiteindelijk moet dat foton ergens blijven. Als we de geometrie hadden gedefinieerd als een rand van het weefsel op x op z is 0 en dan in het xy-vlak. Ja, als we het foton blijven volgen en het gaat op een gegeven moment weer door die grens heen, dus het krijgt een negatieve z-waarde. Dan betekent het dat het ontsnapt is uit het weefsel. En dan kunnen we de coördinaten waar die eruit is gekomen kunnen we opschrijven. We kunnen bijvoorbeeld gaan kijken of dat overlapt met waar we een fiber hebben neergezet. Maar dan zijn we in ieder geval klaar met dat foton. Aan de andere kant kunnen er natuurlijk ook fotonen zijn die maar eindeloos blijven doorgaan. Dus die bijvoorbeeld heel diep bij hele grote z-waarden zijn gekomen. Zodat de kans dat die toch nog weer... gereflecteerd wordt, heel erg klein wordt. We kunnen hebben dat het foton zo vaak verstrooid is dat het gewicht eigenlijk heel klein is. Dus zelfs als het foton nog gedetecteerd wordt, maar heel weinig gewicht bijdraagt.
Dus dan is het vaak niet efficiënt om te blijven doorrekenen met dat foton, maar dan kunnen we beter die gecontroleerd stoppen en een nieuwe foton beginnen. Dus wat we dan eigenlijk gaan doen is een soort Russische roulette met dat foton spelen, dus weer op basis van een random getal. Nou, dat doe je dan als volgt. Je kiest een threshold waarde, bijvoorbeeld 10. En je trekt een random nummer, gewoon weer een uniform random nummer. Nou, als dat groter is dan 1 gedeeld door m, dus een tiende in dit geval, dan stop je met het foton. Dus dan zet je het gewicht op 0 en je stopt ermee. Maar als het random getal kleiner is dan 1 gedeeld door de threshold, dus bijvoorbeeld 1 tiende, dan zet je het gewicht een factor 10 groter. En dan ga je door met de fotonen. Met dat foton. Het idee is om op deze manier een soort wet van behoud van energie of een wet van behoud van gewichten te implementeren. Als je in die eerste stap zou je fotonen weggooien, zet je het gewicht op 0. Dat moet ergens blijven. En met die tweede stap hier zorg je ervoor dat het gewicht van alle fotonen die je hebt beëindigd, dat uiteindelijk bij dat ene foton terechtkomt. Wat je nog door laat gaan. Dus op die manier heb je, ga je wat efficiënter, efficiënter om met je rekentijd, maar heb je toch niet dat je gewicht of energie of vermogen kwijtraakt. Dit staat ook in detail in het boek beschreven. Dit kan je zo'n simulatie als je één keer de Als je één keer weet hoe je de stapgroottes en de hoeken moet zetten, dan kan je de geometrie natuurlijk ingewikkeld maken. Zo ingewikkeld maken als je wil. Je kan verschillende lagen definiëren. Je kan inclusies, blokken, bloedvaten gaan definiëren. Je moet gewoon de coördinaten weten. Je moet bijhouden waar het foton is. En op het moment dat het een grens overgaat, dus de coördinaat voor de stap en de coördinaat na de stap zijn dusdanig dat er een grens is overgaan, dan kan je daar verder mee gaan rekenen. Nou, dat kan ook weer hele ingewikkelde situaties opleveren. Als je bijvoorbeeld hebt gezegd dat de brekingsindex van die twee lagen verschillend is, wat je bijvoorbeeld hebt tussen bloed en weefsel, bijvoorbeeld, dan moet je daar rekening mee houden. Je krijgt dan reflectie en refractie op die brekingsindex overgangen. Nou, dan kan je de wet van Snellius gebruiken om een bepaalde hoek van propagatie, om die om te rekenen tot een nieuwe hoek van propagatie. Je kan hebben dat als het foton overgaat van een medium met een hele lage verstrooiingscoëfficiënt naar een medium met een hoge verstrooiingscoëfficiënt, dan moet je eigenlijk een nieuwe stapgrootte berekenen. De lage verstrooiingscoëfficiënt impliceert dat het foton grote stappen neemt. Dus als je tijdens het maken van die grote stap in een ander medium terechtkomt, wat een veel hogere verstrooiingscoëfficiënt heeft en waar dus eigenlijk veel kleinere stapgroottes bij horen, dan moet je eigenlijk de stapgrootte herberekenen. Nou, het is allemaal hoop gedoe, maar in feite komt het erop neer dat het allemaal netjes boekhouden is. Je moet heel goed de coördinaten bijhouden en elke keer dat er een verandering plaatsvindt, kijken van kan ik hier een kans aan hangen dat dit gebeurt. En als ik er een kans aan kan hangen, kan ik dan op basis van een random getal besluiten. Gebeurt het wel, gebeurt het niet. Dus in die zin, op die manier kan je het eindeloos uitbouwen. Als het foton dan uiteindelijk ontsnapt, dan kan je ook weer een aantal dingen doen. Wat vaak gebeurt is dat er een soort grid op het oppervlakte van het weefsel gedefinieerd wordt en dat per grid element wordt bijgehouden hoeveel fotonen juist daar ontsnappen. Dus op die manier maak je een soort 2D histogram van de ontsnapte fotonen. Maar je kan ook optiek definiëren. Je kan bijvoorbeeld een lens boven het weefsel definiëren om het licht op te vangen en dan met een soort ray tracing nog elk foton tot aan een detector proberen te krijgen. En je kan zelfs, als dat je vraag is, kan je zo'n grid, een 3D-grid, in het medium definiëren en daarbij elke keer bij elk foton, bij elk stapje bijhouden hoeveel van het fotongewicht er in een bepaald grid wordt gedropt.
op die manier kan je bijvoorbeeld uitrekenen hoeveel, ja, hoeveel energie er op, of hoeveel vermogen er op een bepaalde plek wordt achtergelaten, wat je zou kunnen gebruiken om therapeutische toepassingen door te rekenen. Maar nogmaals, het blijft een kwestie van.